Zo, haartjes gewassen, crèmeetje op, pyjama aan, glaasje drinken, laten we lekker kletsen. Dat vind ik wel even gezellig. Want ik ga jullie, ik moet ondertussen even, want ik heb YouTube openstaan op mijn laptop, want dan kan ik een beetje zien... kan ik jullie een beetje meenemen door mijn abonnement heen. Af en toe zal ik misschien de tafel is zo onstabiel. Af en toe even de camera draaien om misschien het een en ander te laten zien. Want ik heb 62 abonnementen. Dat is best veel. Nou kijk ik ze niet allemaal... even trouw moet ik eerlijk zeggen. En zeker niet de laatste tijd. Ik heb YouTubers wel eens horen zeggen. Nou, ik heb geen tijd meer om alles te kijken. En toen dacht ik. Pff, natuurlijk wel. Nou, niet hoor. Zelfs ik loop echt gigantisch achter. Het is niet normaal. Maar goed. Ik heb het in mijn introductie video wel eens verteld. Maar ik weet niet of iedereen die gezien heeft... mijn liefde voor YouTube is zo'n 3 jaar geleden ontstaan. Daarvoor kende ik het al wel, maar gebruikte ik het echt van... hey, leuk nummer, even opzoeken. Of hey, leuk nummer, maar ik ken de tekst niet, even opzoeken. Daar gebruikte ik YouTube voor. En ik heel iets anders. Ik was de laatste tijd iets minder. Ik heb het afgelopen seizoen ook niet gezien. Groot fan van Expeditie Robinson. En in 2015, als ik het goed heb, deed Teske de Schepper daar aan mee. En Teske is ook YouTuber. Dus toen dacht ik, YouTuber, is dat iets? Is dat überhaupt iets? Ja, het is een beroep. Oh, en hoe dan? En nou ja, ik ben toen gaan kijken op haar kanaal. En zij deed toendertijd... volgens mij was ze toen ook nog niet zo heel lang bezig. Deed ze Japanse snoepkitjes in elkaar knutselen. En ik vond dat wel heel grappig en interessant en leuk. En via haar kanaal kwam ik op het kanaal van Vera Camilla. Kwam ik op het kanaal van Vetgezellig. Kwam ik op het kanaal van... Nou ja, hè? Dat ging maar door en dat ging maar door. En de wereld die YouTube heette, die opende zich steeds verder voor mij... En toen was ik er niet meer weg te slaan. Dus zo is dat een beetje geboren. Teske volg ik inmiddels niet meer. Maar er zijn nog wel heel veel kanalen die ik wel volg. Ik ga even mijn rijtje erbij pakken. Mijn lijst begint met Tine. En Tine is de vriendin van Arjen Lubach. En zij maakt vlogs over... Zondag met Lubach, hoe ze dat maken. En ze filmt eigenlijk het weekend van de uitzending. Dus ik geloof dat ze donderdag, vrijdag, zaterdag dan aan het programma werken. En het zondag opnemen. En die periode vlogt zij. Daar, eerder deed ze ook andere vlogs maken. Dat doet ze inmiddels niet meer. Dus als er geen Zondag met Lubach is, is er ook geen vlog van Tine. Martine heet ze eigenlijk, maar haar kanaal heet Tine. Erg leuk. Dan Albu.nl. Dat zijn twee hele leuke meiden die een bedrijf hebben, die kindjes hebben. En vooral een van de twee filmt, vlogt zeg maar, haar dagelijks leven met man en kind. En dat vind ik leuk. Beauty Gloss kijk ik eerlijk gezegd niet heel veel filmpjes van. Marcia, maar ben ik nog wel op geabonneerd. Bobby Bot ben ik op geabonneerd. Zij is volgens mij presentatrice bij BNN, maar dat weet ik niet zeker. Daar ken ik er in ieder geval niet van. Superleuk. Doet veel met mode, maar ook vlogs. En ja, heeft een hele leuke serie Krijgt de Kleren. Waarin ze samen met nog iemand kleren voor elkaar kopen. En dat is iedere keer iemand anders. Erg grappig. Bon Collar uiteraard, al uitgebreid besproken. Bram de Wijs vind ik heel erg leuk. Go with the Flow, Daddy Hawks en de Huismuts. De Huismuts en Daddy Hawks zijn getrouwd en Go with the Flow is de buurvrouw. Maken gewoon ook
Hele toffe vlogs. Hele mooie vlogs. Ook zo mooi gefilmd en geëdit. Ach, daar leer ik ook gewoon weer heel veel van. En daar hou ik heel veel inspiratie uit. Ik vind dat zo tof als iemand dat zo goed kan. Dan een aantal familievloggers. De familie Wanders vind ik ontzettend leuk. De Groentjes. Is een gezin met één meisje, Meerte, van 6 volgens mij. En Meerte is gehandicapt. En zij willen laten zien hoe ze dat doen. Leven met een dochter met een handicap. En dat doen ze heel goed en heel leuk. Dus echt ook de moeite waard om te kijken. De Huismut, de Hummeltjes bedoel ik. Ook zo'n familiekanaal die ik gewoon heel erg leuk vind. Kinderen in vlogs, ik hou ervan. Ja, sommige mensen vinden er ook wat van en dat klopt ook wel. Maar iedereen moet dat voor zich, gewoon lekker voor zichzelf weten. En ik vind het gewoon heel erg leuk om naar te kijken. Dan Dit Gebeurt Er Als vind ik ook wel echt even een kanaal om te noemen. Dat is een kanaal van Marije. En Marije doet experimenten. Wat gebeurt er als je een week lang je haar niet wast? Wat gebeurt er als je een week lang op blote voeten loopt? Wat gebeurt er als je een week lang leeft als iemand die diabetes is of heeft? Ik weet niet wat de juiste spelling is, maar dat. Heel uiteenlopende experimenten. Toffe onderwerpen, goede onderwerpen ook, maar wel met een heel grappig randje daaraan. En dat vind ik een hele mooie mix. Dan ben ik geabonneerd op uiteraard Tineke, Ronald, Suus, Janneke. Ja, dat kan niet missen. Dat zijn ook een beetje mijn YouTube-maatjes geworden inmiddels. Vind ik wel echt heel erg leuk. Het is wel echt iets wat YouTube me gebracht heeft. Jamie Blom natuurlijk. Die hoort daar sinds kort ook bij. Ik moet eerlijk zeggen dat ik nog niet op haar geabonneerd was. Maar nu we een samenwerking hebben, heb ik dat uiteraard wel gedaan. En ben ik haar ook gaan volgen. I Am Denise vind ik ook een heel leuk kanaal. Dan ben ik geabonneerd op Game Meneer en Milan Knol. Voorheen Dagelijks HD, nu heet het Milan Knol. Dat zijn typisch van die kanalen, daar kijk ik af en toe een video van. Vind ik gewoon af en toe leuk om naar te kijken, maar kijk ik lang niet alles van. Ik heb echt zo of bepaalde series die ik op die kanalen volg, of gewoon af en toe is een video. Maar ik moet eerlijk zeggen, die kan ik erg vermakelijk vinden. Maar Loes Maas is een kleiner kanaal wat ik heel erg leuk vind. Wat ook niet heel vaak upload. Maar de laatste tijd doet ze dat weer veel vaker. Dus dat vind ik wel heel erg leuk. Wat hebben we dan nog meer? Sophie Roosendaal vind ik een erg tof kanaal. Tammy Talks vind ik leuk. Die begint nu ook weer wat na een lange tijd wat meer te gaan uploaden. Vet gezellig. Volg ik wel echt al heel erg lang. Heel tof kanaal. Vera Camilla volg ik ook nog steeds. Ja, dat zijn wel echt mijn meest bekeken kanalen eigenlijk. En wat ik dan doe is, dan ga ik jullie even een beetje die kant op draaien en naar beneden. Dan hoop ik dat je het een beetje goed kan zien. Weet je wat ik doe? Ik zet jullie gewoon even hier neer. Dat is makkelijker. En dan kan ik een beetje inzoomen. Kijk, dan heb ik hier abonnementen. En wat ik dan eerst altijd deed, is als je een video gekeken hebt, komt er zo'n... Waar is mijn muis? Hier. Komt er zo'n rode balk aan de onderkant. Dus dan kon ik heel prima naar beneden scrollen en zeggen, oh, die video's heb ik al gezien. Dus dan gaan we nu, ga ik nu door met de volgende en de volgende en de volgende. Dat kon ik allemaal prima zo bijhouden. Dat vond ik echt super makkelijk. Maar nu heb ik echt al zoveel... Oh, misschien moet ik even uitzoomen, mensen. Dat is wel iets te veel van het goede.
Nu heb ik al zoveel video's gemist dat dat systeem echt gewoon niet meer werkt. Beetje jammer, dus ik moet een ander systeem bedenken. En nou weet ik dat je video's in een later bekijkenlijst kan zetten. Maar ik weet nog niet of ik dat nou heel handig vind. Nou ja, ach. Als jullie een handige tip hebben, laat het me weten. Want daar ben ik nog wel een beetje naar op zoek hoe ik nu een beetje orde in deze chaos kan scheppen. Nou, dat waren eigenlijk de kanalen die ik volg. Laat me ook even weten wie jullie volgen. En of jullie nog leuke tips hebben die ik nog niet heb genoemd. Dan zal ik dat ook eens in de vlog bespreken en bekijken. En dan kunnen we elkaar hopelijk een beetje inspireren.